Je maakt het ook gewoon voor dat publiek. Dus als ze niet kunnen komen omdat ze gewoon er niet in kunnen of omdat ze er niet in durven, ja, dan is je film uiteindelijk komt hij bij een streamer. Maar daar is hij natuurlijk uiteindelijk niet echt voor gemaakt. Sylvie van der Heijden, directeur van het NFF. Wat wordt de editie 2021? Het wordt een superrijke editie. We hebben 103 premières tijdens het festival. En die premières, nou ja, 7 daarvan, zijn niet alleen in Utrecht, maar ook in het land te zien. Wat er anders is dan andere jaren is dat we een festival in de zalen hebben en een festival online. Dus het publiek kan ook films online bekijken die het NFF heeft gecureerd, maar ook in de zalen. Dus gewoon thuis streamen tot de bank? Ja. Vanavond is de opening met een bijzondere première, toch? Zeker. De première Mijn vader is een vliegtuig. De laatste regie, zoals Antoinette Beumer zelf zegt, van haar hand. Antoinette Beumer, we kennen haar van Jackie, van Loft. Nou ja, een heleboel mooie films heeft ze gemaakt. En nu dus Mijn vader is een vliegtuig. Helemaal te gek. Ja, nee, ik sta echt te stuiteren. Dat wij openingsfilm zijn in het jaar dat alles ook weer open gaat en zo. Dat is wel echt een enorme eer en een feest. En iedereen heeft er ook echt zo'n zin in. En ja, dus dat dan Mijn vader is een vliegtuig de openingsfilm is, dat is wel echt een cadeautje. Nou, het is gebaseerd op een boek wat ik heb geschreven. Dat heet ook Mijn vader is een vliegtuig. En dat boek is weer losjes gebaseerd op mijn eigen leven. Losjes, echt losjes, want ik heb er zo erg op los gefantaseerd dat ik op het moment zelf niet meer weet wat waar is en niet waar. Weet je nog waar we naartoe gaan? Naar huis. Ik wil geen geheimen meer in mijn leven. De Nederlandse filmindustrie heeft een pittig jaar achter de rug. Eigenlijk zoals wij allemaal. Het was natuurlijk bijzonder beroerd dat de bioscopen zo lang dicht zijn geweest. Met als gevolg dat er een enorme file aan films voor de bioscopen staan. Nou, het voordeel is dan nu dat we eindelijk los kunnen tijdens het NFF. En dat we daarom dus ook heel erg veel mooie films in de aanbieding hebben. Volgens mij is het echt een feest voor de film. En niet alleen omdat de films in Utrecht in première gaan, maar ze gaan ook landelijk tegelijkertijd. Dus ik denk dat het we wel bijna kunnen spreken van een festival als van ouds. En morgen wordt ook die 1,5 meter losgelaten. Dus dat betekent dat de zalen dus ook weer helemaal vol mogen. Dus op het moment dat mensen hun QR-code laten zien en het kleurt groen, mag je gewoon weer de zaal in. En dat betekent dat we meer ruimte hebben weer in de bioscoopzalen. Dan was het filmfestival een paar weken geleden groot in het nieuws. In verband met de award voor beste acteur-actrice werd er 1. Heel veel voorstanders, maar ook best wel veel tegenstanders, ook vanuit de industrie. Hoe is dat tot stand gekomen? Nou, wij hebben besloten eigenlijk nadat het Berlijns Filmfestival, ook besloot tot inderdaad, we gaan niet meer in hokjes denken. We maken er beste hoofdrol, beste bijrol gaan we de prijzen voor uitreiken. Hebben wij daar ook toe besloten. Het festival gaat over vakkennis, we vieren de expertise van de sector. Dat doen we al decennia lang met beste scenario, beste regie. Ook daar maken we geen onderscheid naar man-vrouw. Dat doen we dus nu ook niet meer voor acteerprestaties. Het zijn wel altijd, zeg maar, de populairste categorieën. Ik kan me voorstellen als we dat bijvoorbeeld bij de Oscars zouden doen. Dat zijn toch altijd wel de categorieën waar je naar uitkijkt op zo'n avond. Wie wint de beste actrice, de beste acteur? Zou ik dan niet heel leuk vinden als daar één categorie van maken? Zeg maar. Nou ja, we zien dat het eigenlijk al begint bij de nominaties. Dat er heel veel aandacht omheen is. Dat is waarom we in plaats van 3 naar 5 nominaties zijn gegaan. Omdat we op die manier wel echt die promotie goed kunnen houden. We hebben daarnaast ook andere acteerprijzen in het leven geroepen. Bij dramaseries online en op televisie hadden we vroeger alleen maar beste hoofdrol. Daar hebben we nu ook beste bijrol aan toegevoegd. Dat zijn vaak de producties die een groot publiek bereiken en waarvan we ook denken dat die promotie echt gaat helpen. Ik snap wel dat je nu genderneutraal doet. Je bedoelt voor regie en schrijven en zo. Heb je ook niet de beste vrouwelijke schrijver of de beste vrouwelijke regisseur. Dus waarom wel bij acteurs? Ik vind het wel jammer dat ze er nu 1 prijs minder van hebben gemaakt. Want dat is weer niet goed voor de industrie. Want je hebt als film gewoon zo'n nominatie, kan ook heel veel betekenen. En nu heb je maar de helft minder kans als acteur, actrice. En dat vind ik jammer. Ik denk gewoon dat we met elkaar films maken en wees niet te zuinig met die prijzen.